Maar dat kan dat toch niet. Dat kan normaal. Toch niet. Dat is niet normaal. Maar Thibaut, dat is nee, Thibaut. Nee, nee, ik heb niks gedaan. Ah, klotzak. Ze beginnen met die hoge druk en daardoor krijgen ze uiteindelijk dat balverlies. Pas op, jong. Val niet, want... Hij had hem al binnen kunnen schieten. Moreno, hier Lo Celso, rondbek, oh! Penalty. Oh! Hola! Verkocht! Nee, maar dit is VAR. Dit is VAR. Ja, hij heeft de bal. Het is een twijfelgeval, hè. Nee, ziet het er totaal anders uit op dat beeld. Nee, ja, hij heeft de bal. Huh? Nee, hij gaat ook niet naar de speler, hij doet niks. Nee. Ja, ontdoet zich. Ja, Robert zegt dat voorzet komt. En... Ja! Tokkelaar voor 2-0. Ongelooflijk! 5 minuten voor het einde van de eerste. Het staat Villarreal naast Liverpool. Hey, die Capullo doet ook, speelt ook goed, hè? Zijn gezoste, Frankie. Fabinho weer met Salah. Fabinho heeft ruimte. Vindt hij iemand voor de goal? Trap zelf. Oh, roeien door de benen. Ik zei het nog. Het zou wel eens een probleem kunnen worden. Kijk dan voor Arnold. Nu met de linker. En Diaz laat deze niet liggen. De vlag is beneden gebleven. Daar is het 2-2. En dat zou dan het definitieve einde kunnen zijn. Daar is Mané gelanceerd. Rui komt er ver uit. Zit er glansrijk naast. En Mané gaat er voor 2-3. Voilà, daar zijn we ermee. 2-3. En de vlag is beneden gebleven. Ja, een feestje van Rulli compleet. Orde hersteld. Proficiat. Morgen Real. Het zal een mooie finale zijn. Real. Geef het toe. Hey. Hey. Oh, joh, zot. Proficiat. Fuck, man. Smeerlappen. Hey, zot, joh. Ja, inderdaad. Zeg, ben ik 61 jaar geworden. Hè? Wow, 61 jaar, zo'n atleet. Je zit hier gewoon een oude mens op te mishandelen, man. Hebben ze het onderschat? Want die eerste helft werden ze wel weggespeeld eigenlijk. Ja, ik heb wel het idee dat ze zich een beetje hebben laten verrassen. Villarreal speelde heel hoog druk. Vooral veel op de helft van Liverpool. En ze wisten er eigenlijk even geen raad mee. En Liverpool had... volgens mij een hele goede chat gehad in de rust. Want ik denk dat Klopp wel een aantal dingetjes heeft proberen recht te zetten. Want de tweede helft was natuurlijk een ander verhaal. Is the gaffer talking or is he shouting? Not talking. He was more talking than in the end shouting. Die druk vooruit van Villarreal in de eerste helft, indrukwekkend. Eigenlijk het omgekeerde verhaal als vorige week op Anfield. Ja, want Liverpool is niet eens aan de andere kant gekomen. Hij heeft eigenlijk geen kansen gecreëerd. Dus het was wel verrassend om te zien dat Villarreal het op deze manier heeft geprobeerd. En is ook eigenlijk de enige manier waarop ze het had kunnen doen waarschijnlijk. Maar nogmaals, de tweede helft was toch wel duidelijk voor Liverpool. Was Villarreal Boudewijn met een andere doelman dan Rulli wel naar de finale gegaan? Ja, ik moet wel zeggen dat Rulli sowieso over de twee wedstrijden niet echt een hele goede indruk heeft achtergelaten. Ik vind hem te onrustig en daardoor denk ik ook dat de verdediging niet echt op hem kan vertrouwen. Dus ik denk ook wel dat bij de goals hij er weer niet heel goed uitzag. Dus wie weet, met een andere goalie was het voor Villarreal een stukje beter afgelopen. Over de ene coach, Unai Emery, mogen we lovend zijn. Maar wat dan gezegd over Jurgen Klopp, Boudewijn? Het is zijn derde Champions League finale met Liverpool op 5 jaar tijd. Nou ja, ik denk dat heel veel zegt sowieso over Klopp en ook over Liverpool als team zijnde. Ze weten alles bij elkaar te houden. Ze hebben een bepaalde chemie. Maar Europees gezien, ik denk Klopp 3 keer een Champions League finale. Dat is echt wel heel speciaal. En het feit dat hij bijtekent geeft ook aan dat het... ja, binnen de club heel erg rustig is rondom hem. En dat zie je terug op het veld. Right, fantastisch, Boudewijn. Ik vond het heel fijn dat je er was. Het was een hele tijd geleden, van nog voor de pandemie. Hè? Volgens mij wel. Hopelijk vond je het nog altijd fijn. Ik vind het hartstikke leuk om hier bij jullie te zijn en bij jou aansluiten. We hebben gezweet vandaag. Ja, even afgezien, hè. Eerste helft. Goed Villarreal.
heeft ons even doen twijfelen, maar tweede helft alles rechtgezet en dat betekent dat we... We hebben al een zilveren medaille. Ja, Liverpool naar de finale en Wesley Sonck. Ja, die wordt nu ambetant, hè, Wesley. Het zal niet waar zijn, ze, nee. Wesley die wou pakken in de finale. Dat is een mooie finale, denk ik, tegen City. Real. Tegen Real wordt een heel mooie finale. By the way, ik wou nog even zeggen, dit zijn dus de drie kenners van de Champions League, want wij gaan de finale spelen. Ja, en Liverpool wint die. Dankjewel, Wesley. Alsjeblieft. Gegooid richting De Bruyne. Oh, Casemiro, overtreding toch. Dat is toch al flirten met een gele kaart als je het mij vraagt. Wat dat is. Allee, kijk, dat is toch gewoon... Dat is gewoon geel, hè. Wat de f*** is dat, dat is een sprongtackle met twee benen. Dat is minstens geel. Van langs achter, ja. Ik dat is toch, dat is toch geen geel, dat is toch rood. Hier, Maris, ideaal. Oh, ja. Geweldige goal van Maris. Goeie wissel. Hey, voorzichtig van uw been. Voorzichtig, dat is hier glad, hè. Je moet zien in zijn... Goed afgewerkt, hè. Duwt hem ver, Grealish. En glijdt hem er niet in. Op de lijn nog met niet. Amai. Onvoorstelbaar dat hij er niet in zit. Nee. Mag het nog eens proberen. Mooi. En nu voorlangs weer, twee keer. Gewoon al. Oh, hij redt hem. Hij redt hem. Heeft lange benen ook. Ja, hier twee reddingen achter elkaar. Dat van het Courtois. Benzema. Kant, hè. En de goal. Kijk, deze legt hij wel geweldig terug. Fucking hell. Deze legt hij wel geweldig terug. Het is zeker nog 6 minuten, hè. Schone goal, hè. Ja, hey, ze gaan het weer flikken. Minder toch niet, hè? Offside. Nee, niks van hier. Offside. Hij is veel slimmer dan nee, dat. Nee. Kamavinga. Kijk eens hoe die hem terugleggen. Een chance. Is dat Kamavinga die past? Ja. Hey, goed van Benzema. Legt die geweldig terug. En Ederson. Kom aan. Afschaars. Zijn Ben en Afschaars zijn daar. Carvajal. Gooi hem maar. Daar komt hij. Daar is hij. Ja, de goal. Ja, de goal. Rodrigo. Als Thibaut, oud in de match, hè. Allee, jongen, what the fuck? Ja, dat blijft. Ja, dat maar wat voor een spel is dat hier? Wat voor een spel is dat hier? Maar dat kan al toch niet? Dat kan al toch niet? Dat is niet normaal. Maar Thibaut, dat is Thibaut. Nee, ik heb niks gedaan. Ah, klopt. Zijn de sterren geschreven dat die mannen de Champions League winnen? Dat kan toch niet anders? Achter wat die nu al 6 weken doen. Al 6 matchen doen achter elkaar. Moet dat een keer achter elkaar zetten. Ja. Benzema legt hem netjes weg. Alle rust. En 3-1 voor Real Madrid. Karim Benzema. Zot, hè? Niet te veel kijken naar mij, want ik zie het, hè. Nee. We zijn mij altijd aan het opletten, hè. Ik bel naar Frankie van der Elst dat hij hier komt voor backup, want anders overleef ik het niet. Wat hebben we geleerd? 1. Real Madrid wint altijd. 2. Guardiola doet altijd iets raar. En 3. Fantastische avond voor Toby. Ja. Toby, het was de eerste keer dat je hier was. Het was meteen een onvergetelijke avond. Nee, zeker. Het was heel leuk en uiteindelijk, hè. Het was 89 minuten. Oké, uiteindelijk heeft de laatste 5 minuten in de vereniging alles goed gemaakt. Ja. Wat heeft het verschil gemaakt, Wim? Toch die invallers, Rodrigo Camavinga? Ja, Rodrigo zeker. Hè. Als hij er 2 maakt op zo'n korte tijd om de verlengingen af te dwingen. Maar ja, aan de rust zei je wel, oké, het is veel minder dan vorige week. Het is geen spektakel. Maar met Real Madrid is het elke match een spektakel in de Champions League. Wes, wat zit je van nee te schudden? Ja, nee, ik was aan het denken dat ze aan het begin van een standbeeld voor Thibaut misschien. Ja, onwaarschijnlijke match van Thibaut Courtois. Man van de match trouwens, verkozen tot player of the game. Dat zal er allemaal een keer. Zonder Thibaut waren ze nooit in de finale geraakt. Wat dacht jij toen Kevin De Bruyne gewisseld werd? In minuut 71? De eerste reactie is ja, hij zal misschien een beetje last hebben, moe zijn of nogmaals, zal er iets zijn dat wij niet weten. Maar als dat niet zo is, ja, dan is het... Ja, vervelend. Ga je toch met een hele nare nasmaak ga je uit het toernooi, denk ik. Wim, wanneer gaat Guardiola de Champions League nog een keer winnen? Gaat dat nog gebeuren? Ja, met Haaland misschien volgend seizoen. Want die hadden ze vandaag wel goed kunnen gebruiken. En
Het staat in de sterren geschreven, toeval bestaat niet. Het is 6 keer gebeurd, gaat ook de 7e keer gebeuren. Hè. Liverpool mag zich al zeer ongerust maken. Wat? Ik was me nu aan het afvragen wie het dat liedje geschreven heeft. Het staat in de sterren geschreven. Dat is zeker van Wiltura. Ah ja? Staat in de sterren geschreven. Denken jullie dat ook, mannen, dat Real nu favoriet is omdat ze dat seizoen helemaal gekleurd hebben? Nee, het is geen favoriet, natuurlijk niet. Nee, ze mogen geen favoriet zijn. Nee, ja. Ja, maar ik bedoel, dan winnen ze. Ja. Nee, maar ja, ze zijn geen favoriet, maar gaan ze winnen? Laten we zeggen, 99,9% gaan ze winnen. Toby, wat is jouw slotconclusie? Hetzelfde. Ja, hetzelfde denk ik. Maar Liverpool speelt echt op een heel hoog niveau. Ja. En ook een ander soort voetbal dan City. Hè. Ik zit mijn geld wel op Liverpool, maar dat deden de mensen vandaag ook op City. Hoeveel gaat erop zitten? Hoeveel ik vanavond krijg hier, hè? Dubbel betaald, want ja. het is al na middernacht. Daar gaan we het belaten. Merci, mannen. Ja. Tot de volgende. Hala Madrid!